De verrassing is er! Oh, het ziet er heel mooi uit, jongens. Linda bij de winterboek. Wij zijn trots. Ja, lekker zeg. Net als jouzelf. Goedemorgen en welkom bij Vlogmas! De laatste week van het jaar tel ik af met elke dag een video. Van een shoplog tot een vlog tot een make-up tutorial. Leuk om het jaar even samen af te sluiten. En ja, we doen nog alsof we aan het werk zijn. Maar Jill was een half uur te laat omdat ze de foundation vergeten was. En Evie kon haar outfit niet uitzoeken. Dus dat geeft wel aan welk level we op dit moment zitten qua concentratie. Deze twee terrorkinderen. Zit hier maar. Om 12 uur is er een leuke verrassing voor Jill en Evie, kan ik nog iets zeggen. Straks hebben we met z'n allen, ook met Lena, Evie en Ruby erbij en Kelly en Josje, een pizza en champagne moment met cadeautjes. Dat ziet er zo uit. De verrassing is er! Hallo! Hallo! Portemonnee. We hebben dus een heel leuk portable lakwerkstation hier. Het ziet er nu al uit alsof het hier helemaal thuis hoort. Met glitter, roze luikerprint. De meiden mogen lekker hun nagels laten doen met nail art. Wauw, die zilveren maantjes, zo cute. En Evie gaat nu in de nails. Het wordt eerst zilver, dan een holographic glitter en dan een folie erop. Lekker minimalistisch. Ja. Hoe gaat het hier? Top. Oh my god. Oh, is echt heel mooi. Ja, lekker zeg. Lieve schatjes druppelen allemaal binnen. Zo leuk. We hebben het helemaal donker gemaakt met heel veel kaarsen. Alsof we een soort communie aan het doen zijn. De eerste champagne van ons supergezellige kerstfeest. Waarin we samen het hele mooie jaar afsluiten met pizza's en drinks. Come on, met die. Woehoe! Het ziet er heel mooi uit, jongens. Kerstengeltje Evie onder dit ding. Josje, jij blendt helemaal in met de kleuren ook. Geweldig. Het is vrijdag en ik ben de hele dag lekker met Evie op kantoor. We hebben echt zo'n detox day. We zijn het kantoor aan het opruimen, content aan het maken, dingen weg aan het werken. We zitten nu in een mega opruiming. Je gaat toch snel dingen in hoekjes, dozen en achter gordijnen stoppen op kantoor omdat je gewoon de ruimte hebt. Maar ik wil gewoon dat het helemaal opgeruimd is. Straks ga ik lekker met Milan eten, mijn tweelingbroer. Super veel zin in. Had ik al verteld dat we een Q&A gaan doen. Waarschijnlijk al 100 keer, ik weet het niet meer. Dus als je nog vragen hebt voor ons over hoe het is om tweeling te zijn, hoe ik echt ben als zus, of we elkaars gedachten kunnen lezen, et cetera, et cetera, stel ze dan even in de comments. Lekker uit eten met mijn tweeling. Lekker wel. Ben je klaar voor? Ja, dit is toch echt helemaal crazy. Hallo, goedemorgen. Het is nu zaterdag en ik ben best wel brak. Ik ben nog met Milan naar een cocktail gaan drinken bij Westerpark ergens. Ik kan even niet op de naam komen, dat zegt al genoeg. En daarna zijn we bij Radio Radio nog even gaan dansen. Wat een heel leuk soort mini-clubje is, ook op het Westergasterrein. En toen heb ik echt 4 uur geslapen of zo. Ik werd om 7:30 wakker en ik kon gewoon niet meer slapen. Lekker om hopelijk deze komende dagen even wat meer slaap te pakken. Kijk ik heel erg naar uit. Ik ga nu even met Jordi koffie drinken. Ik heb lekker gedoucht en een chille look aan. En mijn huis een beetje opgeruimd. Nog een paar van die stapeltjes. Mijn grote missie is om die allemaal weg te werken voor het einde van het jaar. In elke kamer ligt er ook één. In de woonkamer ligt zo'n hoekje. Hier ligt zo'n hoekje. In de kleine kamer. Die is basically altijd zo'n hoekje. Dus daar ligt het nu ook. Ik ga ook nog even een heleboel kleren bij de stomerij droppen. Die ik met Nicole uit mijn kast heb gehaald. Die even een opfrisser nodig hebben. Om 5 uur heb ik een afspraak om mijn nagels te laten doen. Ik zie zelf dus heel erg aan mijn gezicht dat ik niet zo goed heb geslapen. Concealer onder je ogen en hier in het hoekje helpt altijd heel erg. Ik heb deze van Glossier vandaag gebruikt. Verder probeer ik even niet te veel op te doen. Dus ik heb alleen een tinted moisturizer op die ik altijd gebruik van Laura Mercier. Wat echt goddelijk spul is. Ik ben de laatste tijd, of eigenlijk al heel lang, heel erg into cream oogschaduwproducten. Ik gebruik sowieso het liefste liquids voor mijn make-up op mijn hele gezicht. De kleur die ik nu heel veel gebruik is Star Gold van Charlotte Tilbury. Zeg maar, als je niet goed kan make-uppen, dan kan je dit sowieso. Dit is gewoon echt als verven. Potje, kwastje en een lijn trekken. Ik wil ook altijd een beetje aan de onderkant van mijn oog. En je hebt meteen
een pop of color op je ogen. En een liquid highlightertje. Ook van Charlotte. Dit doet toch veel voor een mens. Als ik ook een klein beetje highlighter op dit stuk doe van mijn gezicht, dan wordt dit lichter dan de rest. En dan zie je er een soort van geairbrushed eruit of fitter uit. Dan nog even mijn ultimate favo van het moment. Dit hele lekkere NARS lippotlood. Velvet Matte Lip Pencil in Skin Tight. Chill. Dat was het. Ik sta voor de bestseller op de Wilderdijkstraat. Ze zijn allebei een beetje brak. En ze hebben hier dus hele grote etalages met Linda en mij de Winterboek. Maar zo trots. Woehoe. Zo cool. Zitten lekker bij Moe te drinken. Jordi heeft een heel zacht mutshot. En dit is dus het eerste kledingstuk dat hij in 2 jaar tijd heeft gekocht. Hij krijgt natuurlijk wel veel dingen, dus het scheelt. Maar ik vind het echt super knap. Net als jou zelf. We zijn even bij Hutspot binnen omdat Jordi een cadeau moet voor zijn vader. Dus dat hopen we nu in deze hipsterwinkel te vinden. Wel hebben we hele mooie champagnekoeps voor onszelf gevonden. Eetentje Ibunda, waar ik een lekker pre-kerstmaaltje voor mij en Jordi meeneem. Hallo, hallo! Het is dinsdag, de dag voor kerst. En ik ben lekker op kantoor, hashtag always working. Maar wel, in een chillpak. Ik heb deze trui weer gevonden in mijn kast. Nadat ik er met Nicole zo rigoureus doorheen was gegaan, vond ik deze achter een stapel andere truien. En hij is zo lekker. Ik voelde me heel erg Pernille erin. Pernille Tisbeek of zoiets op Insta. Met een enorme kool en leuke bolletjes erop. Helemaal heerlijk. Daaronder heb ik een sportlegging aan van Nike. Hele lekkere ribbels erin. En die zuigt gewoon het hele lichaam zo naar binnen. En mijn nieuwe, wat zijn dit? Ook Nikes. Ik zit met Evie op kantoor. We zijn lekker wat dingen aan het wegwerken. Hiernaast heb ik een... Nogal angstaanjagende stapel liggen met kleding die ik voor jullie wilde aantrekken voor party outfit ideas. Namelijk deze. Natuurlijk helemaal geen zin om dat allemaal aan te trekken, maar het gaat gebeuren. Ik bedoel, je moet toch iets doen voor die inspiratie, hè? Jeepie! Een koelkastje! We hebben allemaal dozen met spullen die we naar het goede doel gaan brengen. Ik voel me heel satisfied. Ja, we hebben er 4 of zo. 4? Ja, 4. En thuis heb ik ook nog wel zeker 2 dozen staan met kleren en beauty spullen. Top idee. Inmiddels heb ik wat make-up op en mijn haar gekruld. Wow, mijn haar is echt lang aan het worden weer. Niet normaal. Het is gewoon geen pop meer. En ik ga even wat leuke party looks aantrekken voor jullie. Om jullie op Insta Stories ideeën te geven voor de holidays. Die je kunt toepassen op je huidige garderobe, bijvoorbeeld met een jeans als basisstuk. Omdat ik heel erg geloof in dingen blijven hergebruiken en dat een paar styling tips net iets in een andere context anders kunnen maken. In plaats van dat je voor een feest elke keer een nieuw glittertopje nodig hebt. Ik ben nu bezig met een paar leuke foto's met outfit ideeën voor de holidays. Evie zet ze dan in een leuk opmaakje. Omdat ik heel slecht ben in grafisch design, a.k.a. ik kan alleen dingen in paint. Helaas is het geen 1992 meer, dus heeft ook niemand paint. Dit is wel echt jammer. Ik ben natuurlijk 10 jaar geleden afgestudeerd van de universiteit. Toen ik 21 was, was ik al klaar. En toen was er gewoon niks met internet of coderen of grafische vormgeving of zo. Vooral veel onderzoeken en dat soort duffe dingen. Dus in de praktijk zijn er gewoon zoveel skills die je graag had willen leren die niet op je studie aan bod komen. Wat had ik allemaal met die tijd kunnen doen? In plaats van dat ik die domme statistiekprogramma's leerde, had ik ook Photoshop kunnen leren of InDesign. Waar je als communicatieprofessional natuurlijk veel meer aan hebt tegenwoordig. Ik heb dus mijn eigen gel lak setje gekocht. Ik mis nog wel een paar essential kleuren zoals wit. Maar nu heb ik dus ook allemaal nail art tools gekocht.
Zoals deze geweldige confetti glitterige dingen. Hier heb ik dan een speciaal dingetje voor gekocht waarmee je ze op kan pikken. Plak je ze op de nagel als het ware en dan seal je ze met je topcoat. Ik heb nog wat leuke nagelstickertjes van Lakwerk. Dit is dus ook geweldig. Dit is een sponsje. En hiermee stempel je dus de nagel in een kleur. En daarmee kun je een soort ombre effect maken. Omdat het zo heel geairbrushed eruit ziet, kun je de kleuren in elkaar over laten lopen. Oké, ik zeg dat dat kan. Ik weet niet of ik het ook kan. En of ik daar de goede nagellakjes voor heb. Hier ben ik ook pretty excited over. Want dit zijn lekkere rhinestones. Oh ja, yes. Allemaal kleine pareltjes. Voor Atelier Nail Art. Neem er even een klein slokje bij. Zo lekker naar huis, maar ik wil jullie nog even één heel leuk kerstcadeau laten zien. Een mega sok van Charlotte Tilbury met allemaal producten. Veel skincare dingetjes erin. Ik doe even een hele snelle touch-up omdat ik zo met Jordi heb afgesproken om ergens te gaan eten. We weten nog niet waar. Het kan net zo goed iets cheaps op de Zeedijk zijn als iets fancy's. Ik weet ook niet of restaurants bijvoorbeeld heel erg vol zitten of niet. Dus of we überhaupt ergens terecht kunnen. Maar ik heb niet echt zin om heel erg mijn best te doen eerlijk gezegd. Want er komen nog zoveel feestdagen aan met hakken en jurken en toestanden. Heel sad. Mijn schoonmaakster heeft mijn flawless filter laten vallen van Charlotte Tilbury. Mijn lievelingsproduct uit mijn hele make-up collectie. Ik ga nog iets heel anders leuks doen. De samples ophalen van de nieuwe collectie van Atelier. Exciting! Hoop echt dat het er heel mooi uitziet, maar ik weet bijna zeker van wel. Dus ik hoop dat ik jullie daar snel meer van kan laten zien. Ik heb dus gewoon nog steeds deze trui en deze sportlegging aan. Maar dan met hele hoge boots. Een klein tasje erbij en een fancy jas. En ik vind als je dan je haar oké zit en je nagels verzorgd zijn en je make-up, dan kom je eigenlijk overal mee weg. Ook met een sportlegging in een fancy restaurant. Jordi en ik zijn beland bij een heel leuk restaurant. Hoe heet het ook? La Fiorita. La Fiorita in Jordaan. Waar we een kerstmaaltijd samen gaan eten. Zo gezellig. Totaal ontplant, maar we konden nog ergens terecht. En het stond al een tijdje op mijn radar, dus ik ben heel benieuwd. Dit is dus de wijnkaart van 25 pagina's. Hierbij even afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om weer een vlogmas te zien. En morgen is er weer één. Heel erg bedankt voor het kijken en tot morgen!